Dames en heren, wie door Mechelen loopt, kan elke dag genieten van 374 monumenten en 17 beschermde stads- en dorpsgezichten. We hebben het geluk dat we hier in een prachtige, historische stad wonen die een rijke geschiedenis kent en die moeten we koesteren. Veel van deze historische pareltjes zijn spijtig genoeg niet altijd toegankelijk voor het grote publiek. Daarom geeft de Open Monumentendag iedereen de kans om gratis een uniek bezoek te brengen aan deze monumenten. Onze Stedelijke Dienst Monumentenzorg doet elk jaar met veel inzet en overtuiging mee aan dit belangrijk evenement en we zijn er daar enorm dankbaar voor. Dit jaar vormt het thema conflict, de rode daad en de 10 locaties die iedereen vandaag kan bezoeken zijn op een of andere manier verbonden met dit thema. Soms van dichtbij, soms van iets verder weg. Naast mensen van onze monumentenzorg, zoals Maarten, Anne en Michel, is er ook een heel netwerk van partners die zich vrijwillig inzetten voor de Open Monumentendag. En ik wil hen in het bijzonder bedanken. Denk maar aan onze stadsgidsen, de tolken Vlaamse gebarentaal, Mechelen binnenstebuiten, de leerlingen van het Stedelijk Conservatorium, Contour en zo verder. En uiteraard mag ik de enthousiaste eigenaars van alle opengestelde bouwwerken niet vergeten. Vandaag, met deze Open Monumentendag, toevallig of niet, gaan wij die gebouwen bezoeken die een symboolwaarde hebben op het gebied van conflicten. Ik ga u zo dadelijk meenemen door de stad, langs gebouwen die u kent. Maar de Open Monumentendag Vlaanderen heeft een evolutie gekend. De eerste jaren werden gebouwen opengesteld omwille van de esthetiek. Later ging men inzoomen op bepaalde materialen. Vandaag staan niet meer de gebouwen, maar de mensen centraal. Want de eerste twee steden die moeten beginnen vechten, moet ik nog leren kennen. Maar conflicten worden gemaakt door mensen. En dit betekent dat als wij zo dadelijk gaan wandelen, dat het verhaal belangrijk wordt. Het verhaal achter het gebouw.